Het is maandagochtend 7:15. Goedemorgen, wat is dit meiden? Worden jullie de papa afgeleverd op school terwijl het vakantie is? Ik wil lachen, hè? Ja, als werkende ouders, ja, dan moet het wel, hè? En zo worden in totaal 47 kinderen afgeleverd van groep 1 tot groep 8. De zomerschool is begonnen! De redenen om je kinderen naar zomerschool te sturen zijn legio. Ouders die geen vrij kunnen krijgen, geen geld voor vakantie, kinderen die zich vervelen. Toevallig niet op vakantie, nee, we gaan de keuken doen. Dus daar gaan ook weer wat zeetjes natuurlijk, dus nee, ja. En wat is jullie excuus? Geen excuus, nee, want wij gaan een weekje op vakantie, dus we gaan met de vader nog op vakantie. Dus. Nee, gewoon echt puur als eerste gezegd, vind je het leuk? Ja, wil jij echt naar zomerschool? Ja. De zomerschool is een afwisseling tussen leren en vertier. Volgende woord ga je weer zoeken naar de eerste letter. Kan de juf even uitleggen waarom jullie zomerschool zijn begonnen? Wij zijn de zomerschool begonnen omdat wij heel vaak na de zomervakantie of voordat de zomervakantie begint verhalen van de kinderen krijgen van ja, wij moeten naar de naschoolse opvang, want mijn ouders moeten werken. Of ze gaan maar 1 of 2 weekjes op vakantie. Dus hebben we dit jaar de mogelijkheid geboden om voor de kinderen die graag naar school willen, hebben we deze kans geboden om ze toch nog een stukje door te laten leren, maar ook heel veel gezellige dingen met ze te gaan doen. Het voordeel is dat de groepjes nog niet zo heel groot zijn, dus je kan ook weer wat extra aandacht aan ze schenken. En ieder nadeel heeft zijn voordeel. De zomerschoolleerlingen kunnen straks profiteren van een voorsprong. Ja, we hebben op vakantie gewoon. We leren niks, maar wij wel.